Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. In deze vlog ga ik echt heel veel bruidsjurk maken, maar ook echt heel veel en heel verschillende dingen. Dus super leuk om te zien. Ik neem jullie zoveel mogelijk mee en ik neem jullie weer gewoon mee in de winkel. Dus kijk gezellig mee. Ik begin nu eerst de dag weer met mailtjes beantwoorden en kijken wat voor bestellingen er zijn bijgekomen. En eventueel dingen bestellen voor de bestellingen die gedaan zijn. En vandaag komt er ook grote vracht binnen, dus ook weer super, weer super leuk. Bloemen, planten, de hele vracht, laten we zeggen. De bestellingen heb ik al wel vast binnen, dus dat is fijn. En ook al een deel van de bloemen van het bruidswerk. Dus gauw aan de slag. Net een pallet binnen en ik ga gelijk even kijken, want er zitten heel veel leuke dingen in. Heel veel leuke nieuwe vaccineglaasjes en ook andere dingen, dus ik ga even kijken. Het is weer van de pallet van PTMD, Riverdale en dat soort dingen. Zo, even verhuis naar binnen, maar echt, ik heb hier al echt gespiet, super mooi. Oh, wauw. Deze zijn van PTMD, maar deze kleur. Hij lijkt groener dan hij werkelijk is op de camera. Er zit een beetje een bruinige laag overheen. Heel zwaar van kwaliteit, het is ook echt leuk om een toefje op te doen, dan heb je echt iets aparts. Echt super mooi deze. Oh, echt. Deze wil ik ook wel weer in huis. En hier komt een DIY mee online. Is ook echt super mooi. Daar wil ik dan een mooie herfsttoef op gaan maken. En dan mis je met eikenblad en wat ander materiaal. Heel mooi een spiegel. En dan een beetje het illustreren ook met een zwarte ketting eraan. Is ook echt super mooi. Ja, ik heb er wel helemaal zin in om daarmee aan de slag te gaan. Dan heb ik nog de curly takken en die zijn weer terug op voorraad. Die waren uitverkocht, maar die zijn er weer. Dan deze mooie potten van PTMD. Echt heel mooi. Mooie kleur, maar ook echt super mooie vorm. Deze was een bestelling, maar ik heb er nog wat over voor de webshop. Dus ik zal die ook online zetten. Deze waren bijna weer uitverkocht, dus die heb ik weer aangevuld. De zoutsteenvaccines, echt super leuk. Want ik vind die echt ook leuk voor het najaar met al die kleurtjes. En sowieso een heel mooi product. Dus die is weer aangevuld voor de webshop. Deze ga ik even samen met mijn dochter uitpakken, want hier zit echt iets leuks in. Jij mag kijken wat erin zit. Ga maar eens even kijken. Maak hem maar open. Heel leuk paddenstoeltjes. Dit is wat ik denk ik of in een DIY ga gebruiken of gewoon leuk voor de winkel. Dat weet ik nog niet. Maar echt super leuk. Setje van 2. Een kleine knipoog richting de kerst. Misschien wat aan de vroege kant. Maar ik vond hem zo ook al heel mooi op tafel. Ik zou hem zo al op tafel zetten. En heel leuk bijvoorbeeld nu met een paar hersenvruchtjes eromheen. Maar hoe mooi is dit. Je kan er kaas in doen. Maar echt. Ik was hier gewoon op slag verliefd op. Super mooi. Hij is ook aan alle kanten geglazuurd. Dus je kan ook eventueel met bloemetjes erbinnen werken. Echt super mooi. Mooi met een grote kaas. Ik heb nu wat kleinere. Ik vind groot denk ik wat mooier in verhouding. Maar echt. Wauw. Dan deze kaas. En hier was ik ook op slag verliefd op. Dat ik hem in twee. Of nee, zelfs volgens mij drie. Maar in ieder geval verschillende kleuren heb besteld. Kijk hoe gaaf. Hier staat dan op PTMD Collection. Echt een hele mooie stompkaas. En het leuke van deze artikelen is dat het allemaal weer echt hele leuke prijzen zijn. En daar zijn we natuurlijk gek op. En dit is dan de zwartere kleur. Ja, het is anthraciet meer. Ja, het is heel donkergrijs denk ik meer. Ook in dezelfde sfeer. Echt heel mooi dit. Oh ja, maar die doe die maar niet. Ik ga zo even een nieuw doosje voor je pakken. Ik pak zo weer een nieuw doosje met mooie blaadjes. Dan kun je die weer in het mandje doen. Goed? Ga ik zo pakken. Even wachten. Ik moet even deze laten zien. Dit is de zwarte variant. Dus die net was donkergrijs. En deze is dan zwart. Echt heel mooi. Ik wil ook eentje leren. Ja, dat is goed hoor. Dat is helemaal goed. Ik ga halen weer wat bij. Maar ik heb goede hulp zoals je hoort. Dat had ik net geloof ik al laten zien. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Dit is dus allemaal hersplas. Deze kan niet hoor. Ik ga je helpen. Ik kom eraan. Maar dat is dus het hersenplan waar dus echt een glittertje op zit. Dus dat maakt hem wel echt heel mooi. En dan heb ik nog de stalen frames binnengekregen van het DIY pakket. Die stond er online, was heel snel uitverkocht. Dus die zijn er ook weer aangevuld. Goedemorgen.
Goedemorgen. Het is de volgende dag en het was een hele drukke dag. Morgenochtend wordt er heel veel bruidswerk opgehaald. En vanavond ook al een deel, dus of ja, vanmiddag eigenlijk. Gisteren heb ik heel veel bloemen binnengekregen. Die heb ik ook al voor eigenlijk het grootste deel water gezet, dus dat is fijn. Ik ga eventjes beginnen met nieuwe boeketten maken voor de winkel. En dan ga ik de deur open doen. Het is nog voor openingstijd, dus dat scheelt. Zodat de winkel eventjes weer vol staat. En dan ga ik zo een begin maken aan het bruidswerk. Ik ga nu beginnen met het bruidswerk. Ik begin met het stuk wat in een prieel komt. Of ja, in een zo'n boog, laat maar zeggen. En dan komt hij in de hoek. Dus daar ga ik nou eerst mee aan de slag. Ik maak het op een rouwzakhouder. En dat doe ik met de reden omdat je hem heel goed kunt bevestigen. Dit zie je straks allemaal niet meer. Maar je hebt wel genoeg mogelijkheden om het bloemstuk te bevestigen aan de boog. En de basis is al heel stevig, maar er komt heel veel gewicht aan. Dus ik ga hem nog even extra met tape vastmaken, met watervast tape. Zodat het nooit los kan gaan. Dat is erg belangrijk. En ik ga nu eerst beginnen met de basis opsteken van het blad. Zodat het al mooi de vorm heeft wat ik wil bereiken op het stuk. En daarna ga ik de bloemen toevoegen. Ik ga nu eerst verder met het autostuk. Dit is een speciale ondergrond met een zuignap. Ik zal het even laten zien. En die trek je dan uit en dan zit het eigenlijk gewoon vast op de auto. Je kan hem eventueel ook afhalen. En ja, ik geef altijd bij mee dat ze absoluut niet te hard mogen rijden met een autostuk voor op de auto. Dus dat is altijd belangrijk. De andere basis heb ik al klaar, maar ik ga de bloemen later aan toevoegen. Dit is de basis en hier zit de zuignap onder. En als je die twee... dit, laten we zeggen, uittrekt, dan zuigt hij zich vast. Het is misschien wel leuk om te laten zien wat de bruid graag wil aan bruidsboeket en wat het wordt. Het hoeft niet helemaal precies hetzelfde te zijn, maar ze wil graag die stijl en ongeveer die sfeer. En voor de rest qua bloemen ben ik wel wat meer vrij, maar dat het wel een beetje dit idee wordt. Kijk, dit moet meer worden. Mooi rustig wil ze het. En dan hebben we zoiets voor in de hoek, laten we zeggen. Dat vertelde ik net al. Het was eigenlijk alleen deze en dan in het wit. En dat is dit. Dan hebben ze een mooi welkomstbord. Ik hou even mijn vinger ervoor, want er staan namen op. En hier komen ook mooie toeven op en die ga ik nu even afwerken.
ondertussen avond en ik ga verder. De corsages staan klaar, maar moeten nog afgewerkt worden. En ik ga alvast alles goed voorbereiden voor morgenochtend heel vroeg. Want ik heb ook een watervalboeket en die zet ik op draad. En dat kan ik echt op het laatste moment pas doen. Dus het was vannacht of morgenochtend heel vroeg opstaan. Maar dat geeft niet. Ik ga even de laatste voorbereidingen doen en dan zien jullie mij morgen weer. Morgen, zoals je ziet, is het nog een beetje donker. Het is echt nog een pikdonker buiten. Kijk. En ik had er ook al een beetje moeite mee. Maar goed, ik was hier gisteren nog tot 9:30 bezig. Het is nu 5:30. En ik ga verder met het bruidswerk om het laatste af te maken. En ik kan niet te hard praten, want de kinderen slapen nog. Dus, maar ik ga beginnen met de polscorsages. Ik maak dus een watervalboeket, dus een boeket dat echt naar beneden loopt. En zoals je ziet zet ik dingen op draad. Bloem! Bloem die snurkt even een keer in mijn hondje. Maar daarbij zet ik dus alles op draad. En zo kan je dus zorgen dat je de bloemen mooi naar beneden vallen. Dus dan kan je het helemaal buigen zoals jij wil in je boeket. Het is een ouderwetse techniek, laten we zeggen, maar ik gebruik het altijd nog. Ik heb het eigenlijk zo ook op school geleerd en... ja, dat vind ik eigenlijk het mooiste om een watervalboeket te maken. Kijk, zoals je ziet zet ik het op draad en zo bouw je het eigenlijk op. Ik vind, dit is wel een van de of lastigste technieken, maar ik vind het niet lastig. Maar zo'n bruidsboeket maken, dan moet je echt wel ja, een beetje kennis van hebben hoe je dat doet als je dat wil maken. Nu doe ik hem niet helemaal draadgebonden, want ik doe hem voor een deel handgebonden. Dus ik combineer de techniek. Ik vind dit mooier in de hand vallen, omdat je dan ook de echte stelen hebt die je dan in de hand hebt. Dus dat vind ik dan net weer wat mooier. Kijk jongens, ik draai even om, dan kun je het iets beter van verderaf zien. Ik ga hem even afwerken en dan ga ik even de laatste dingetje dat alles helemaal goed op zijn plek staat. En dan ga ik het laatste bruidswerk afwerken en zorg dat het allemaal mooi klaar staat om opgehaald te worden. Nou, het bruidsboeket is nu helemaal klaar. Je moet alleen nog, er komen de namen aan van mensen die nu niet bij de bruiloft kunnen zijn, omdat ze zijn overleden. En omdat die mensen dan toch bij je te dragen, komt een mooi lint aan met heel subtiel de namen. Dus die ga ik nog even toevoegen, maar dit is hem geworden. Ik vind hem echt zelf super mooi. Het zijn echt twee hele verschillende bruidsboeketten vandaag en bruidswerken. Dus ik ben benieuwd welke jullie leuker vinden, of deze of de witte. Het
klaar en het is helemaal af. Ik ben blij, want ik heb nog een half uurtje over. Dat calculeer ik ook altijd in, mocht iets misgaan. Dat ik altijd iets tijds over heb. Maar ik ben echt helemaal tevreden en blij met hoe het is geworden. Het was mooi op tijd klaar en het werd heel vroeg opgehaald. Dat is een half uurtje eerder dan ik had gedacht. Maar dat maakt niet uit, want het was gewoon klaar. En ik calculeer er dus ook altijd extra in. Maar daardoor had ik nog even ruimte op om het DIY op te nemen. En die staat al online als jullie het kijken. Ik denk dat die dan ook al uitverkocht is, maar wie weet. Maar ik wil hem toch even laten zien, want het is echt een hele leuke. Dat is deze. En zoals je ziet zijn het schommeltjes, dus dat is heel leuk, maar ze zijn wel met elkaar verbonden. Dus echt een luxe, leuk stukje. Zoals je ziet is de winkel weer leeg, dus morgen weer een nieuwe dag, dan ga ik weer nieuwe dingen maken. Ik ga nu de vlog editen, dus dat hoort er ook nog wel even bij, ondanks dat ik vanmorgen zo vroeg ben begonnen. En ja, verwachten jullie morgenochtend toch weer een DIY pakket online. Dus ik heb hem net opgenomen en ik ga hem straks nog even editen, zodat het vanavond klaar is en dat morgenochtend weer een DIY online komt. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke vlog vonden. Veel verschillend bruidswerk. Laat vooral weten welke jij het leukst vond. Wat het meest bij jou past. Of wat jou het meest aanspreekt. En vond je een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zie je mij de volgende keer weer.